Biersingen zijn woensdagmorgen enkele vaten gevonden met chemisch afval. We zijn aan de dijkgraaf van Wijkweg in Persingen. En hier zijn een aantal vaten gevonden in een droogstaande sloot. En die vaten, ja, daar zit mogelijk afval in wat mogelijk van een ecstasy lab zou kunnen zijn. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat moet nader worden onderzocht. De brandweer heeft het onderzocht. De vaten lekken niet, dus zijn redelijk veilig nog. Maar die worden nu opgehaald voor nader onderzoek. En dan wordt er bekeken wat er mee aan de hand is.